Shalom aleichem, malachei ha-shoreis, malachei el-yoin. Mi yimelech, malachei ha-melochim, ha-kodosh. De sidra Teruma is deze week aan de beurt. En het is deze Shabbat 4 Adar. Dat kunt u wel uitrekenen. Dat is aanstaande week 7 Adar gaat zijn. En wat is 7 Adar voor een bijzondere dag? Het is de geboortedag van Moshe, van Mozes. En het is de dag dat hij 120 jaar oud is overleden. En wat bijzonder is, in Teruma lezen we over de bouw van het Mishkan, van het tabernakel. Heiligdom in de woestijn. Als we ons afvragen, wat is nou eigenlijk het meest grootste, meest bijzondere van Moshe, dat hij als het ware aan het volk heeft gegeven? Dan kan je natuurlijk zeggen, dat is de uitocht uit Egypte. Dat is de doortocht door de zee. Dat is de openbaring op de berg Sinai. Ergens is de bouw van de tabernakel het meest grootste. Zoals daar ook staat, de opdracht, Asuli Mikdash, Veshaganti Bedogam, zegt God. Maak mij een heiligdom en daar zal ik in wonen. Op de berg Sinai was eenmalig, het was weer voorbij. Maar dat Mishkan, dat heiligdom, dat was bijna 40 jaar lang en daar woonde als het ware Hashem in. Dus waarom wil zeggen, we waren buren van Hashem, of Hashem was onze buur. Dat is ergens toch wel het meest grootste van Moshe. En juist dat wordt gelezen op de Shabbat die voorafgaat aan zijn geboren worden en aan zijn latere sterven. Wat betreft dat Mishkan, ik citeerde net die zin al, Ba'asuli Mikdash. God zegt, ze zullen voor mij maken een heiligdom. We shaganti betocham, en daar zal ik in wonen. Nee, er staat niet, we shaganti betocho, ik zal in hem wonen, enkelvoud. Maar we shaganti betocham, ik zal in hen wonen, meervoud. Niet alleen in dat heiligdom, maar door in dat heiligdom te wonen, woont God als het ware in iedereen. Of anders gezegd, iedereen moet eigenlijk van zichzelf een Mishkan, een heiligdom bouwen, dat de goddelijke majesteit, uitstraling in hem kan opgenomen worden en weer kan uitstralen. Wie was er zo onder de indruk van dat heiligdom? Onder andere Biljam. En die zegt dan ook, Matovu olecha Yaakov, Mishkanotecha Yisrael. Hoe prachtig zijn je shuls en je leerhuizen. Hij bedoelde dat helemaal niet goed. Want hij was eigenlijk hij wilde het volk vloeken in alles wat ze hadden. Maar hij kon zich niet inhouden. Hij moest het uitroepen. Hoe bijzonder. Ja, hoe bijzonder kan een shul zijn? Hoe bijzonder kan een yeshiva, een leerschool zijn? Hoe bijzonder kan gewoon een Joods huis zijn? En wat zag Biljam onder andere? Dat hele tentenkamp. Alle tenten waren zo gesitueerd dat je niet bij de buren naar binnen kon kijken. Wat daar binnen gebeurt tussen man en vrouw, daar gaat de andere helemaal niks aan. En dat moet je tegenwoordig in de media brengen. Wat daar niet allemaal voor vuiligheid aan ons wordt getoond. De kleine kinderen lezen dat allemaal mee. Maar Biljam zag, nee, dat is bij hun dus niet zo. Alles binnen. En binnen, dus de modesty, de ingetogenheid, de zuivere manier waar man en vrouw met elkaar omgaan. En dat aan de kinderen overbrengen. Ook de hele sfeer van Torah leren. En van de Shabbat vieren en noem maar op. En dat zijn de pilaren van het Joodse leven. Als we daaraan vasthouden, dan kunnen we het aan onze kinderen overgeven. En dan geven onze kinderen dat ook weer verder. Maar als mensen zeggen, ja, maar dit is me te veel, of dat vind ik wel jammer, enzovoort, enzovoort. Wat voor smoesjes en tirutsi uitvluchten mensen vindingrijk als de mens is, al vindt, nee,
Dat is niet goed. Dat mogen we dus ook leren van Biljam. En daarom ook is het als we 's morgens de shul binnenkomen. En ook iemand die in de shul binnen niet gaat, maar kan het toch uit de Siddur, uit het gebedenboek zeggen. Matovu orlecha Yaakov, hoe mooi zijn uw woningen. En de goppen, de goepa, de bruiloft. En daar komt het bruidspaar binnen en de gazan, of misschien met het koor samen. Matovu. U gaat niet verder zingen, want ik heb hier geen goppen voor me. Maar als je dat meegemaakt hebt, dat is een heerlijk moment. Als je dan dat bruidspaar binnen ziet komen. En weet, hier gaat weer een Joods huis gebouwd worden. Met alles wat bij een Joods huis hoort te zijn. Moshe heeft ons de Torah gegeven. En de Torah, dus van 3000 en 300 en nog wat meer jaren. Ik kwam een artikel tegen. En dat eindigde eigenlijk met de woorden: Science doesn't contradict the Torah. Wetenschap en Torah zijn niet met elkaar in strijd. Ik wil even nog met u artikel doorlezen, doornemen. En het gaat over de geboorte. De geboorte van een baby. En de schrijver zegt: voor de geboorte leeft de baby binnen in de moeder. Als het ware helemaal omgeven door water. Embryo ademt niet door de longen. Die zijn nog helemaal samen gevouwen als het ware. Er zit een gat in het hart voor de bloedcirculatie. En dan binnen 10 minuten van de geboorte moeten de longen zich uiten. En het gat in het hart moet gesloten worden. In werkelijkheid zijn er 67 verschillende stappen die opeenvolgens moeten plaatsvinden om de baby van een wezentje in water nu te doen overgaan in een zuurstofademende baby. Ik lees u dat voor. Dat is een artikel geschreven door professor Welwel Green, professor aan de Ben Gurion Universiteit in Beersheba. Maar hij was ook de directeur van het ruimtelaboratorium van de NASA. Dus echt wel een mens, een man op wie we kunnen vertrouwen dat hij wat hij zegt, dat helemaal klopt. En hij zegt, dit wonder van de geboorte, ja, dat vindt eigenlijk elke minuut van de dag vindt dat plaats, waar dan ergens in de wereld. En dit is science, zegt hij. En hij zegt, dat begrijpen we, dit had nooit door een mens ontwikkeld kunnen worden. En als we daarover nadenken, dan moeten we Hashem, moeten we God op onze knieën voor altijd danken. En alle wetenschappelijke studies die over de voorbijgaande 100 jaar zijn gemaakt, laten allemaal zien het concept van orde en opeenvolging. En volgens mij, zegt professor Green, is dat ook een bewijs voor het bestaan van een schepper. En hij vertelt dat de professor van de mathematica, die kwam mijn studiekamer binnen, echte atheïst, die geloofde dus niet, maar hij zei, ik heb net uitgerekend dat het onmogelijk is voor het menselijk oog om zich te ontwikkelen in de 5 biljoen jaren die men ons daarvoor heeft gegeven. The person who believes in evolution, that is the person making the leap of faith. En dan eindigt het artikel dus, wat ik u straks al vertelde, science doesn't contradict the Torah. En science en de Torah gaan dus samen. En dat hebben we allemaal als het ware van Hashem via Moshe Rabbeinu ontvangen.
We zijn in de maand Adar. En daarom roep ik u nu alvast op niet te lang te wachten met de voorbereidingen voor Purim. En vooral denk ik dan aan de mitzwa van Mishloach Manot om eet- en drinkgeschenken aan vrienden, vriendinnen te sturen. Hebt u dan nog niemand, of iemand die nog niet tot uw vriendenkring behoort, nou breng hem of haar dan zo een Mishloach Manot pakje. En hebt u weer een nieuwe vriend, man, of een nieuwe vriendin, mannen, mannen en vrouwen, vrouwen erbij. Hoe meer geschenken, dus meer vrienden en vriendinnen. We wensen u dus een Shabbat Shalom. En de maand Adar, daarvan staat, Mishe Nichnas Adar Marbim Besimcha. Vanaf dat Adar begint, moet de vreugde groter worden. En wil zeggen groter, elke dag groter dan de dag ervoor. In die maand zijn we, dus ook dat wordt u toegewenst. Vreugde, vreugde, steeds meer vreugde, vreugde. En uiteraard dus een vreugdevolle Shabbat. En graag tot volgende week. Adoy Shem Nishmor Tzeischa Ovoyecha Miyato Viyado Elo